Super gaat het eigenlijk. Ja. Ja, gaat hartstikke goed. Ja. Er moet nog wel een hoop verbouwd worden, maar goed, dat gaat allemaal gewoon door zijn gangetje. Ja. Ja, heel Nederland ging uit zijn dak ongeveer. Wat hebben jullie meegekregen van die uitzending? Nou, wij gingen ook een beetje uit ons dak daarna, maar goed. Ja. Wij hebben niet alles positief opgepakt en wij hebben ook echt een hele zware week gehad daarna. Ja. Maar... Ja, mede door al die negatieve... Ja, we hebben ook tegen elkaar gezegd, we moeten er gewoon een beetje... Ja. Het meeste is volgens ons gewoon gestoeld op jaloezie. Daarom, en er is niks van waar dat we gevlucht zijn of wat dan ook. Of de inspectie, nee, dat al helemaal niet, maar ja, dat is... Je moet toch wat te zeuren hebben, zeggen we dan. Ja. Hoe bevalt het nu jullie hier zijn? Hier in Hongarije? Nou, we weten dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Ja. Ja. Ondanks dat we niks van het land af wisten, bevalt het uitstekend. Ja. Ja. Nou, dat is nu natuurlijk niet meer zo, maar wij we hebben het gewoon helemaal gevonden hier. Ja. Ja. Wij wandelen elke dag als het mooi weer is, als het niet te warm is. Meestal gaat er nog eentje mee, Joepie. Ik vind dat ook leuk. Maar hij vindt het ook leuk om eens een keer alleen. En wie is dit? Tor. Ja, de dieren zijn echt jouw ding. Hè? Ja, ons ding natuurlijk, want je kunt zoiets niet alleen doen, maar... Dingen met de papegaaien doen, dat doe ik meer als Sjaak, ja. Dieren, dat is gewoon, dat is gewoon zo. Dieren die zijn altijd onvoorwaardelijke liefde. En zullen je ook nooit... Wat mensen kunnen, zeg maar, dat zijn mensen onderling, die gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Dat zul je bij een dier nooit treffen. Ja. En hoe dieren onderling met elkaar omgaan, daar kan ook heel veel mensen nog wat van leren. Ja, het gaat lekker. We zijn bezig met bed en breakfast, doorgang te maken. Dit wordt de kamer helemaal. En dit wordt de douche en toilet. En hier komt een keuken in. We zijn een beetje het losse spul aan het afbikken en dan kunnen we het zo meteen weer aansmeren, aanmetselen en opbouwen weer. Jij bent de klusser. Wat is er allemaal af en wat moet er nog gebeuren? Nou, het vakantiehuis is helemaal af. Dat is perfect. Dat is helemaal klaar. Alles zit erop en eraan en dat kan gewoon allemaal verhuurd worden. En dit is medio april helemaal klaar, de bed en breakfast. En dan waarschijnlijk de camping ook nog, als alles mee zit. En het weer ook een beetje mee zit. Ja, en jullie eigen huis, is dat al klaar? Nee, daar ben ik ook nog mee bezig met mijn eigen huis. Daar moet ik de badkamer even veranderen en de keuken. De leidingen leggen allemaal al. En dat hoop ik over een week of twee, drie helemaal af te hebben. En dan kunnen we dus echt definitief hier aan beginnen. En dan was er nog iets, een camping. Ja, dan gaan we even kijken naar de camping. Ik moet even neerleggen. Nou, dit wordt dan de camping daarom. En daar, links en rechts. De grond wordt binnenkort ook helemaal door een tractor helemaal geschoven. Helemaal gelijk gemaakt en geëgaliseerd. En ingezaaid, vast. Hier krijgen we dus het douchegedeelte. Met vier douches en vier toiletten. De camping is de bedoeling dat die ook half april dat die, open zal gaan. Dus maar het hangt een beetje af van wat het weer gaat doen van de winter. Mocht het helemaal te gek worden, ja, dan wordt het iets later. Dus, maar de bed en breakfast is in ieder geval wel april helemaal af. Want dat, dat moet ook. Ja, en hoe is het met jou na de uitzending? Ben je nog steeds zo'n vlotte klusser? Of? Ik ben nog steeds een heerlijke, vlotte, positieve klusser.
Kijk, we moeten gewoon lekker doorgaan. En, het was in het begin even moeilijk met al die negativiteit. Maar daar hebben we ons lekker overheen gezet door alle positiviteit die we gekregen hebben. Dus we gaan gewoon lekker ons gang en we maken er gewoon wat van. Maar er is wel één dingetje wat er bovenuit steekt. Als ik er teruggekeken heb, wat ik niet had moeten doen, was natuurlijk het contract. Eerst zorgen dat het in het Nederlands vertaald zou worden voordat ik tekende natuurlijk. We hebben absoluut geen spijt van wat we gedaan hebben. Het is allemaal goed gekomen, dus ja, we wonen hier prima naar ons in. Het is een heerlijk stekkie en nee, het is allemaal dicht voor elkaar eigenlijk. We zijn naar Drava. Dan kunnen we heerlijk even zitten en jij wat foto's nemen. En lekker even ontspannen in het zonnetje zitten. Wat is dit voor jullie? Een rustgevend plekje, toch? Ja. Ja, het is een heerlijk plekje om even lekker te zitten. En alle zorgen die je hebt, die hebben we niet. Maar dan kunnen we even, even weg laten vloeien. Ja, ik denk dat de toekomst, denk ik dat we nog meer geluk kunnen als niet. Nee. Maar dat we het geluk gewoon behouden. Dat denk ik, weet ik wel zeker eigenlijk. En komen jullie nog een keer terug naar Nederland? Of vertrekken jullie hier ooit een keer? Nee. Nee, wij komen niet meer terug In Nederland. Nee. Ook niet voor vakanties, niks. Dit is ons nieuwe land. Ja, hier, dit is ons thuis. Hier voelen we ons thuis. En hier willen we ook nooit meer weg. Nee.